Ik vind het ook altijd eigenlijk een heel groot compliment dat iemand die gast is geweest in een inloophuis, die zelf heeft ervaren wat een inloophuis kan betekenen, dat die zich op zo'n manier inzet om daar aandacht voor te vragen. Dat is prachtig en eigenlijk het mooiste compliment wat alle inloophuizen kunnen krijgen. Evelien van der Werf overleefde zelf 2 keer borstkanker en komt nu in actie voor inloophuizen in Nederland, waaronder inloophuis Toon in Waalwijk. Evelien heeft 1 missie: zorgen voor meer bekendheid van de inloophuizen voor mensen die zijn geraakt door kanker. Dat doet ze door een rondje langs alle inloophuizen te fietsen. Ik fiets dus langs 75 inloophuizen. Nou, je kan het zien op mijn shirt helemaal. De oranje puntjes zijn de inloophuizen. En ik ben in Zwolle begonnen, dus ik heb dit... Heb ik allemaal al gehad. Iets van 1100 kilometer, denk ik. Ik hou het niet heel erg bij, want het is niet echt een sportieve prestatie. Het gaat inderdaad om de aandacht en ook om de donaties. Nou, het was een hele mooie ontvangst. Fijn om Evelien met dit stralende weer hier bij Inloophuis Toon te mogen ontvangen. Het is een fantastische actie van Evelien om op deze manier aandacht te vragen voor alle 75 inloophuizen in Nederland. Om geld op te halen voor de inloophuizen. En we hebben haar hier ontvangen. Een aantal vrijwilligers zijn met haar meegefietst een stukje. Hebben haar de weg, het laatste stukje hier naartoe gewezen. Het is ontvangen door onze voorzitter Nicole Sommer en de wethouders Ronald Bakker en Dilek Odebassi. We hebben haar onder andere ook de fietskraal gekregen, overhandigd. Evelien wil niet alleen dat de inloophuizen meer aandacht krijgen, maar tijdens haar fietstocht wil ze ook zoveel mogelijk geld inzamelen. Ik heb nu iets van 10.000 euro of zo opgehaald, maar er moet nog veel meer. Dus ik wil ook heel graag mensen vragen of ze de actie willen steunen. Ik fiets wel, of het nou regent of dat het bloedheet is, maakt mij niet uit. Maar het zou wel heel fijn zijn als mensen dan geld doneren op www.evelienvandewerf.info.